De samenwerking met jongerenwerkers, handhaving en politie in Schiedam is een succes. Dat laat het team Jongerenwerk van DOC weten. Het afgelopen jaar is er in verschillende wijken in de stad intensief samengewerkt met handhaving en politie om overlast van jongeren te voorkomen. Wij zijn in principe ambulance jongerenwerkers. Wij zijn eigenlijk voor de buitenruimte waar wij in onze rondes maken. En focussen op plekjes waar veel jeugd hangt en samenkomt. Nou, dat is, aan de ene kant is dat positief, dat is ook het contactmoment voor ons. En aan de andere kant is dat andere mensen het ook kunnen ervaren als overlast. Waardoor ook handhaving en politie ingezet wordt om rondjes te maken daar. Nou, wij hebben dan een afspraak gemaakt, ga niet direct schrijven of direct in een negatieve vibe zitten. Laten we samen daarin optrekken. En dat is eigenlijk de samenwerking die we hebben, die heel positief is gebleken in de wijk. Door op een positieve manier contact te zoeken met de jongeren ontstaat er volgens Ali ruimte voor een gesprek. We hebben verschillende huisbezoeken afgelegd bij jeugd waar we van dachten, nou dit gaat echt mis. In samenwerking met een handhaver en de politie. Dan zijn we de huisbezoek gaan afleggen om eigenlijk contact te maken met ouder en kind. En vervolgens daar een plan op te maken van hoe kunnen we nou zorgen met elkaar dat je niet verder afglijdt. Of in ieder geval de andere kant, de positieve kant op gaat. En onder andere die gesprekken zorgen voor minder meldingen van overlast en minder boetes. Desalniettemin blijven verschillende Schiedammers problemen ervaren met overlast van jongeren. Heel veel, ja. Mijn moeder woont in het centrum en daar... er zitten heel veel hangjongeren in het centrum en die doen ook hun behoeftes onder de trap. Ja, weet je, naroepen, nagillen, weet je, aan je arm zitten, dat soort dingen, weet je wel. Op het pleintje is heel veel afval van drugs, heel veel van die buisjes van blowen, en, afval van eten, terwijl dat er een prullenbak naast staat. En, de volgende dag moet mijn dochtertje daar weer spelen. Wij hebben altijd, als er overlastmeldingen zijn, werken wij in principe binnen 24 uur reageren wij op de overlastmelding. En dat is niet direct naar de jongeren toe, maar dat is in ieder geval een luisterend oor bieden naar degene die overlast ervaart. En dan gaan we eigenlijk in gesprek met de overlastmelder. En dan gaan we kijken, wat kunnen we nou doen? Nou, binnen 24 uur geven we een terugkoppeling aan de gemeente, politie en handhaving. In ieder geval om wel te laten weten van wat wij denken dat nodig is. Nou, heel veel overlastsituaties kunnen wij direct met het netwerk oppakken. Nou, er zijn ook situaties geweest waarin wij denken dat dit iets te ver voor het jongerenwerk is. En dat er een stukje criminaliteit bij komt of een stukje iets te ver. En dan vliegt de handhaving en politie in. Onze doel is wel dat wij perspectief bieden voor de jeugd. En dat doen we, dat zetten we in met rolmodellen. We zetten onszelf in als rolmodellen. En we kijken vooral van wat is er nodig om de jeugd eigenlijk de perspectief te bieden op de arbeidsmarkt, op school, op sportverenigingen. En voor mij is het nog steeds wel persoonlijk belangrijk, welke partij het ook gaat doen, dat de weg die we ingeslagen zijn in Schiedam, dat wel doorgepakt wordt.